jullie ook weer hoor. Dag. Dag. Ben ik vlak hoor. Dag Chantal Gerben. U bent, komt van mijn ouders. Ah, kijk aan. Heel goed. Ja. Sinds het goed. Ik ben Peen, ja klopt, ja. Oh, ja, kan ik een of moet ik in de keer? Nou, dat wel eens. De charme van de staal deur. De tachtig is de nieuwe paddikkel. Ja, ja. Had je bouwt ze juist even. Mag je dat vast aan je zeggen? Mooi mosje, hè? Dat komt zelf ook heel mooi. Eline, pak je even die jas, hè? Ja, hallo. Hallo. Hart gefeliciteerd. Dank u. Precies. Ik heb daar nu nog een bril voor. Ah, je raamt geen op, hè? Ja, hoi. Sinds de Smit, hallo los. Ja, hallo los. Gefeliciteerd. Pak hem maar even. Dank u. Hart gefeliciteerd. Ja, ik vind het ook niet, ik vond het heel jammer. Ja, weet ik. Hey, Kom vier generaties, hoe leuk is dat? Vier generaties. Hoe bij de rij? Mooi. Die meneer moet iets naar voren, want die staat een beetje naar achter. Gaat de muur. Ja, ik heb ook ons. Even naar mij kijken? Ja, hoe doet het? Een beetje lachen. Meneer, wil je naar mij kijken? Oh ja, dat kan. Nou, even naar deze voor de vrouw kijken. Kijk eens aan. Nou, 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 je op. Nou, mag u nou wel even naar mij kijken? Heel mooi. Goed zo. Dankjewel. Veel plezier nog, ik moet verder. Ja? Ja. Niet even koffie te weten. Nee, helaas. Ik heb nog wel iets anders te doen. Oké. Okay. Maar ik wens jullie nog een hele fijne dag. Ja. En daarom denk ik van vanuit Horsen. Oh ja. Hij staat bij dit. Kijk aan. Dat is niet belangrijk. Dat is dat leuk? Natuurlijk, ontzettend aardig. Ik wil nog even de taart laten zien. Oh, kijk eens. Pak onze bakker tegenover. Kijk, is het mooi. Leuk, hè? Ja. Van de bakker tegenover. Ja, dat is leuk. Ja, alles in de buurt. Ja, leuk is. Ja, mooi. Ik zeg nogmaals dat niet. Zet hij door? Ja. Beetje naar gewerkt en ik vond het wel leuk. Ik weet het niet. Voor de kinderen die vragen altijd van wat dat is. Ja, was het? En mijn leven staat erin en dat is. Ja? Ja, dat vind ik zelf. Hij woont in Wering. Mm-hmm. Dat zeg allemaal. Ja, goed. Ik ben met een Duitser getrouwd, met een Spaanser getrouwd. En, mooi boekje, ziet er mooi uit. Jawel, jawel. En de burgemeester zegt dat ze zeker. Leuk. En als ik dan wegga, dan is het altijd een keer zeggen, ja, als ik een keer of ik vang gisteravond dat oh, ja. De nieuwe burgemeester had. Geïnterviewd, hè? Hij heeft u ook geïnterviewd. Ja, ja. Hij zal nog wel komen vanavond, toch? Ja, hij woont vanavond. Oh, ik zei net jullie man, wat woont u hier prachtig? Heerlijk. Ja, we wonen hier mooi. Fantastisch, een mooi grote ruim appartement. Ja. Ik vind het zo dierbaar, dat is 60 jaar huwelijk. En ik ga zelf volgend jaar voor de tweede keer trouwen. Ja. En dan denk ik altijd, hoe mooi is het toch als je toch 60 jaar... Zeg vanmorgen die meneer van Tubantia zegt tegen mij, hoe gaat dat, zegt hij, 60 jaar. Ik zeg, ja, onze generatie loopt niet zo gauw weg. Ja, dat is gewoon zo. Ja, ik zeg, dan is er wat te vechten, dan vechten we het uit en dan gaan we gewoon weer verder. Ja, dat is wel dankbaar. Ja. Mooi hoor. Een leven in twee werelden, dus dat is natuurlijk wel een mooie titel. Ja. Mooi titel, ja. Ja, het is heel erg leuk. Heel even een tipje van de sluier opgelicht. Wat die twee werelden dan zijn. Ja, dat ga ik nu vragen. Dat is heel erg emotioneel. Ja. Ik was in de zomer in Australië toen hij 2 weken oud was, dus toen ben ik aangekomen. Ja, dat is heel U mag hem hebben dan hier. Nou, dat is graag. Ja, goed. En nu is hij nou op jaar. Voor hij is echt een hele grote reis. Is het altijd daar.
geen interesse. Ja, hij het moet wel in de handen komen voor mensen die er belang zijn. Ja, maar dan kun je een stuk lezen van iemand anders dan van iemand uitlossen. Ja. Ik kom uit Grommen. Ja, dat is uw dochter. Uw dochter heeft mij van alles verteld over uw leven. Dus, is dat dan waar? Ik heb een foto van mij maken. Ik probeer te worden opa. Nou ja. Oké, gaan jullie nog met de familie op feest vieren? Ja, dat gaan we volgend jaar. Volgende zomer. Volgende zomer feest? Twee kleindochters trouwen. En dan gaan we daartussendoor ons feest nog in. Okay. Ja, mijn Australische dochter trouwt volgend jaar, dus hier in Nederland. Okay. En een andere dochter trouwt ook, dus 1 in juni, 1 in juli. En zij zijn in augustus 60 jaar getrouwd aan de... Er worden dus drie feesten. Zo, ja. Ja. Ja, hier in Nederland al. In de Lutte. Wie gaat het doen? Heb je al belasting? Ja, dat ging vooral om een woning. En belasting kreeg je een beetje terug. Ja. En daar, dat deden toen heel veel mensen. Dat hoorde ik twee weken geleden, was ik ook bij 6 jaar huwelijk, maar ook, twee weken geleden is getrouwd. En dat was ook vanwege de belasting. Ja. En, maar goed, toen hebben we dat als verloving gevierd. Maar waarom dat was zoveel tijd tussen dat gemeentehuis en die kerk? Waarom zit er zoveel tijd tussen? Ja, dat mag. Dat was gewoon niet erg. Ja, maar je had ervoor gekozen om je dan in augustus te trouwen. Ja, met, mooi weer. Ja, waarom gedeeld we dat? Nee, dat weet ik wel. Hij had een tante en die ging uit een huisje. Die was oud, dat was wel een oud huisje, maar in die tijd om aan huis te komen, dat was een groot probleem. En zij had ons toegezegd dat wij in dat huisje mochten. Maar de gemeente Groenlo, waar hij woonde, die wouden dat niet. Mocht niet alleen als we getrouwd waren. En zodoende zijn we toen ook getrouwd. Juist, okay. En voordat dat huisje dan leeg was en op. Ja, was het augustus. Dan was in de tijd dat dus de woningnood groter was dan vandaag. Ja. Vandaag zeggen ze dat, maar toen was het nog veel erger. Ja. Wij hadden gewoon hier jarenlang bij ouders op de zolder. Ja, dat was ook natuurlijk in die tijd. Ja. Zeg maar, nou wil je even vertellen. Nou kom je uit Groenlo. Dan ga je bij Heineken werken. Ja. Kom je uit Groenlo, dan ga je bij Heineken werken. Ja, ik hoor dat Groenlo dat... Ga je bij Grals werken? Nou, moet je horen, dat dacht je in die tijd helemaal niet. Kijk, waar je dacht, was gewoon om een toekomst op te bouwen. Ja. En begonnen ben ik met 14 jaar bij mijn vader in de zaak. Okay. Maar die kwam toen uit Duitsland terug, in 1948. En toen ben ik er begonnen, want dat was dus voor mij, dus mijn vader was dus mijn idool, hè. Dat was iets logisch. Ja, dat je er echt 8 jaar niet om moet je heen gehad en toen dus terugkwam, toen begon dat. Ja. Maar ik zou dan ook dat vak leren. Was u een jaar of 9? Nee, 14. 14 al? 14. Okay. En toen heb ik gedaan tot 20 jaar en ik begon wel te voelen, dus in die jaren, dat mijn hobby toch niet was. Wat was dat voor bedrijf? Mijn vader had een zaarmaker stofvederij. Dat had hij daar natuurlijk al voor de oorlog. Maar toen hij de soldaat moest worden, toen ging alles over. Ja, en toen hij terug kwam, was er niks meer. En toen helemaal opnieuw begonnen. En toen was ik dus op de uur, ben ik van de school weggegaan, 14 jaar. En toen aan de werk bij mijn vader in de werkplaats. Ja. Maar dat was het dus niet. Oké. Ja, daar kom je dan achter als je dit verouderd wordt. En toen heb ik dus mijn eigen weg gezocht. En dat was de Groen en Groen met zijn brouwerij, dus was daar niet bij. Oké. Maar dan kreeg je geen kans. Nou, Heineken ook niet, ik moet daar gaat het ook niet om. Maar dat is dat wel op een zeker moment geworden. Okay. Maar ik ben dus in de kruideniersbranche in principe terechtgekomen. Juist. Yes. En dat is begonnen dus dat ik als magazijn bediende bij de Gruiter. Ja, oh ja, dat was vroeger, ja, de Gruiter. In die tijd. Ja. En dat was in Winterswijk. Dat zijn dus hoor. Van die tijd ben ik al snel bedrijfsleider en zuster. En toen ben ik getrouwd. Onderste knop indrukken. En toen ben ik naar het huisje gegaan, want dan kon ik wat meer verdienen. Hoe is dat? Nou, ik ging niet meer over hier, ik ging om mijn huis. Dat is toch een nieuw huis gekregen. Voor de man die daar komt. Ja, oké. Okay. Nou, vandaar dat ik 3 jaar gedaan heb, toen ben ik van mezelf begonnen in Deventer. Maar dat was voor haar. En met een sollicitatie werd toen bij de Amsterdam-brouwerij begonnen.
Maar na 3 jaar toen heb ik het de hele handen overgenomen en dan is het een herrie. Ja, 30 jaar geleden. Ja. 30 jaar geleden. Ja, ik zeg altijd, wij zijn grootgebracht met Heineken. Ja, dat is... Zelf hier mag je het letterlijk drinken. Ja. Gelukkig niet. Want alle jongere collega's zijn allemaal al overleden. Ja, dat was geen... Ja, klopt wel, ja. Ja, echt je leven lang en maar... Ja, dat hoorde niet. Elke week werden er 2 kratten bier gebracht door de brouwerij thuis. Hmm. Dat je vader ook kent ook wel, ja. Dat is gelukkig allemaal niet meer zo. Ja, de brouwerij is aan mij niet direct geworden. Nee. Goed zo, goed zo. Als we het huis hebben, is het voor de visite. Hmm. En nou, nu drink je wel 0-0, want dat vind je wel lekker zo. Nou, ik heb er niet in gespuugd, maar ik moet pas in. Man om te zeggen van bier drinken, maar dat was ik niet toen 14 jaar was, maar ook niet toen 34. Nee. En ook niet toen 74. Maar ik moet je hebt altijd gezegd dat is een handel voor mij. Ja, verder voor ja precies, van je handel moet je niet opdrinken. Ja, vlees komt van groot tot klein, van de smerige kroegen tot de duurste hotels, dan zie je wat er allemaal gebeurt. Ja. En dat heb ik altijd goed voor kunnen houden in de kinderboek. Ja, ik weet wel, vroeger, toen ik nog kind was, had ik van die ooms, papa's broers, groenlo. Dus het was altijd wel een strijd met Heineken. En dan was het altijd grapjes, wat smaak lekker, ik zei altijd deze. En dan een oom die deed weer een flesje met een ander etiket erop, dus we hadden altijd wel op dat gebied heel wat te doen. Maar ja, dat hoort erbij, hè. Ja. Nee, ik kom uit Boekelo, dus dan daar staat nu de brouwerij. Ja. Dus ja, bij ons thuis komt er alleen maar vals. Ja, ik heb ook voor jou ook zo'n bier. En is dan een vrouw natuurlijk. Nee, maar goed, het idee. Oh, Klinter! Wat heb jij dan? Dat is mooi. Is dat gewoon? Dankjewel. Met mooie lipjes. Wat is er met jou? Dan gaan we ook nog wel een beetje feestvoeren vieren, hè? Ja. Hallo, meisje. Wij genieten meer van de achterkleinkinderen dan van de kleinkinderen. Oh. Ja, nee. Omdat die zijn allemaal aan het werk. Ja, zo. En als ze dan komen, dan vinden wij het ja, vroeger, toen het van mijn leeftijd was, toen paste je veel op de kleinkinderen. Ja, toen paste je veel op de kleinkinderen. Ja, maar... Kijk, een hand van jullie. Nee? Of een high five. Ja, dat doet hij wel. Helemaal. Hoeft hij hier niet naar school toe vandaag? Ga je helpen? Dat kan toch heel hard gefeliciteerd. Dank u wel. Met oma en oma, hè? Ja, dat klopt. Ik ben nu net naar school geweest. Ben jij nog naar school geweest? Opa. Ja. Zij werkt bij de gemeente Aldershaven. Aha. Werken, maar waar ben je nog in? Ja, gefeliciteerd. Ja, fijn. Zo, helemaal aanvragen hier. Ja, wel, ja. Maar u woont nu in Boekelo? Nee, in Oosterbeek. Oh, in Oosterbeek. Nee, ik ben in Boekelo opgegroeid. Oh ja, ja. Oh, ja. Geboren in Hengelo en toch in Boekelo. Oh ja? Oh, oké. Okay. Ja, toen tegenschreven en toen verhuisd naar Zwolle en toen naar Arnhem. Ja. Dus Oosterbeek is met erin. Ja, dus bij Arnhem allemaal. Ja. Oké, Oosterbeek, mooi plaatsje. Ja, heel mooi. Ik vroeg van familie in Arnhem. En dus geen kwaad, maar dan is het Oosterbeek. Ja, en hoe is het u hier bevallen? Ja, een kop koffie. Nee, ga zo verder. Het is echt een plattelandsgemeente. Ja, ik ken het natuurlijk wel. Ja, dat scheelt ook. En ik weet niet of u het meegekregen had, ik vorig jaar aftreden. Ja, ik heb het gehoord, ja. Hoe een huis aangemaakt om eigenlijk niet zo heel veel. Ja, zo gaat het allemaal. Dus het was een zwaar jaar. Het is wel heel fijn dat je hier weer warm en hartelijk ontvangen wordt. Ik ben al een van de eerste opmerkingen die iemand op de markt maakte. Die kwam dan naartoe, terwijl ik over de markt ging. Die allereerste week. Ja. En ik ben dan een nieuw burgemeester. Maakt u niks uit wat erop staat?
U doet het niet meer over, hè? Kinderen, ja, daar achter. Dat zou ik niet kunnen. Ah, dank u wel. Ja, vind ik fijn om te horen. Je zit er wel. Nee, dank u wel. Vind ik ook wel passend uit, Luc. Ja, ja. Nee, ik ga zo even verder. Oh, ja, mooi. Ja. Zo, doen jullie ook lekker gebakken in? Ja? Ja, nou. Oeh. Ja, dat zou met het. Dat is feest, hè? Ja. Dat is wel heel druk. Dat is wel heel druk, ja. En Joost is dan van de Oostenrijk. Dus gisteren heb ik een skijtje in. Daar is de volgende. Kreeg ik lekker gebak. Hoe was het met de boek? Ja? Oh, wat lekker, hè? Nou, dan kom ik aan de maat. Ja, dat was zondag. Ja, afgelopen zondag. Oh, ik dacht, afgelopen zondag, ja. Nee, en normaal kom ik al de dag zelf, maar omdat ik nu toch 120 kilometer moet rijden. En dan op zondagmiddag 120 kilometer op en neer, dat vond ik nog een beetje te veel. Ja, dat is je vrij zo. Ja, grenzen aangeven. Ja, dat moet dan. Nee, dan is het gewoon. Een grootglas erbij, hè? Nee. Hoor, de taart heel groot, hè? Ook dat. Ja. Lekker. Nee, het is allemaal het was, maar ik hoop dat de commissaris wel heeft. Ja, dus alvast wel weer iets. Weet je wel waarom jij een taartje krijgt dan? Waarom krijg jij een taartje dan? Ja, heel goed. Ja, oké. Sam, mooi dat dat was, hè? Ja. Oké, dankjewel.